Wat kan je aan sommige dingen toch enorm ergeren, hè? En dat je er gewoon bijna, dat je er gewoon een beetje onpasselijk van wordt. Ja, dat je die misselijkheid voelt opkomen. En dat heb ik dus nu weer. En ik had er al een beetje voor gewaarschuwd, voor de hypocrisie in Nederland. Dat je er echt een beetje gek van wordt. Nu zie je dat ook bij Jinek. Heb je dat gehoord? Dat geval van die Jinek. 2 jaar geleden. Ja, toen was er dus in haar programma was er een voetballer, die Jacques Polak. Die speelde ook Sparta toen en zo. En die had toen, er was ook een speler, Obolai of zoiets. Ik kende hem verder niet. En die speelde daar dan ook. En die hebben ze toen voor de lol vastgebonden op een massagetafel. Ja, kan je je voorstellen. Ja, dat is met tape vastgebonden. En toen hebben ze dus een houten spatel genomen. En dan hebben ze dus een beetje van die hele hete balsem. Weet je wel, van die hele pittige balsem hebben ze eraan gedaan. En die hebben ze dus bij hem dus gewoon zo, hup, vol in zijn hol geduwd. Nou, wat een leuk verhaal. En daar zat de Jinek dus ook om te lachen, toen. En dat vind ik dus allemaal niet zo erg. Nee, dat neem ik haar verder ook allemaal niet kwalijk. Ga je gang. Maar wat ik haar kwalijk neem en waar ik dus, wat ik net al zei, zo onpasselijk van word, dat is dat zij dan tekeer gaat over Johan Derksen. Dat zij daar dan zo'n zogenaamd, kijk mij eens deugen, grachtengordel mening over heeft. Wat gadverdamme nog aan toe. Want zij zei nog niet zo lang geleden over die Derksen, toen die rel uitbrak, van ja, dat moeten we niet willen op onze nationale televisie. Nee, dat moeten we niet willen. Nee, en eigenlijk zouden de sponsors, dat gaf ze aan, die zouden weg moeten trekken van zijn programma. En de kijkers zouden zelf ook die beslissing moeten nemen om niet meer te gaan kijken. Kijk, en daar word ik dan misselijk van, vrienden. En jullie ook, denk ik. Ik zeg het weer. Gadverdamme. Hoe durf je, Jinek? En dat komt alleen maar omdat die Derksen niet is goedgekeurd door de grachtengordel. Nee. Dus al die media daar, die keren zich tegen hem. En die spelen allemaal, dat kijk mij eens deugen verhaal, spelen ze allemaal mee. En daar kan ik dus heel slecht tegen. Nou, beste vrienden, Jinek die heeft opgeroepen dat jullie allemaal niet meer naar Vandaag Inside zouden kijken. Nou, ik ga diezelfde oproep niet doen voor het programma van Jinek. Nee, dat doen jullie vanzelf wel.